Ik wil super graag als pianiste en zangeres ook, ik doe dat ook, na piano, super graag verder. Ik wil in de flageolet echt eens spelen, ik wil misschien een sportpaleis ooit, wie weet. Ik wil Duitsland, ik wil echt, dat echt mijn beroep van maken. Ik wil in studio's zitten opnemen, ik wil daar echt fulltime, echt een fulltime job van maken. Ik ben hier vorig jaar heel warm onthaald. Ik was direct mee in de groep. En ja, we hebben veel samen les met alleen jazz, maar we hebben ook lessen samen met klassiek. Dat zijn dan de gewone lessen, Nederlands, Engels en zo. En ik vind dat wel leuk om die afwisseling te hebben, ook om contact te hebben met andere afdelingen en niet zo in je eigen groepje te blijven. De sfeer is supergoed. Echt iedereen kan goed met elkaar om. Er is geen concurrentie. Vooral in de muziekafdeling. We zijn allemaal super chill met elkaar. We helpen elkaar ook. Als er iets niet gaat, zitten we samen aan de piano en leggen we dingen uit. De leerkrachten ook. Ik kan daar altijd terecht. Er gebeuren hier echt zo van die dingen dat je denkt, dat kan toch niet? Allee, joh. Waar ben ik zo? En dan, ja, je vergeet ook soms wel dat het echt een school is. Als je zo sommige dagen, het zijn echt gewoon absurd. Absurd is echt het woord om deze school te beschrijven. Voor mij dan. Want ik kom ook van een heel strenge ASO-school. Ik voelde me daar helemaal niet zo goed. En hier, wat ik het leukste vind hier, is die flexibiliteit. Ja, elke dag is anders. Echt niet twijfelen. Gewoon als je daarvoor wilt gaan, gewoon doen. Echt waar, het is de moeite waard. Het is echt, je leven is zo anders. Het is echt, echt superleuk. Dus, en zelf als je toch niet ziet zitten, kan je nog altijd andere richtingen uit. Dus voilà, het is een win-win. Dus. Je kunt nog alle kanten op. Het is echt niet zo, het ligt echt niet allemaal vast. Je moet geen muziek gaan studeren. Je kunt doen wat je wilt of hoort. Of maakt niet uit. Je kunt doen wat je wilt, zolang je dat echt graag wilt doen. Kan allemaal.